Op 27 januari 2012 kwam het Experimental Deep Dive Team in Nemo 33 te Ukkel, het diepste zwembad van de wereld, bijeen. Deze gelegenheidsgroep van sporttuigers werd begeleid en ondersteund door experimentleiders, supportdivers, fotografen en cameraploegen. Het doel van de bijeenkomst was het wetenschappelijk aantonen van het effect van diepte op het intellectueel vermogen van de duiker. Deze afname van de intelligentie en het geheugen vergroot met de diepte doordat de partiële druk van de stikstof vergroot. Deze stijging beïnvloedt negatief de werking van ons zenuwstelsel. Dit effect wordt door de gelijkenissen soms dieptedronkenschap genoemd. Om het effect van dieptedronkenschap aan te tonen, werden de duikers onderworpen aan twee schriftelijke testen, op 2 meter en op 35 meter. De eerste test was een 7 minuut durende intelligentietest. Bij deze test moest de duiker zoveel mogelijk de reeks vervolledigen. De tweede was een geheugentest waarbij de duiker een aantal kenmerken van een onbekende vis moest onthouden. Na de duik moest hij op het droge proberen om deze kenmerken te herinneren. Voor een goed experiment moesten factoren zoals leercurve, koude en licht onder controle gehouden worden. Daarom bestond de groep uit een mix van duikers, beginners en instructeurs, mannen en vrouwen, jong en oud. Ook door een goede proefopzet en een doorgedreven voorbereiding werden de niet gecontroleerde invloeden beperkt. Na de briefing werd het experiment gesimuleerd op het droge. Pas als iedereen zijn taak kende, kon het experiment in het diepzwembad uitgevoerd worden. Dankzij de voorbereiding, de ondersteuning en de discipline van de duikers verliep het experiment goed. Daarna was het tijd voor een analyse. Uit deze analyse van de resultaten bleek dat 1. Diepte doet ons trager denken en diepte doet ons meer fouten maken. 2. Ervaring of geslacht beschermt niet, want diepte heeft dezelfde gevolgen voor duikers als voor instructeurs en voor mannen als voor vrouwen. 3. Vertrouw nooit het vieze geheugen van je buddy. Het herinneren van de kenmerken van een ongekende vis is niet voldoende om nadien de vis te vinden in een boek.